Hey, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofters. Ah, een beetje jukken, een beetje kratsen. Ik mag zeggen dat ik eigenlijk wel, een beetje tevreden ben tot nu toe. En hoe komt dat? Ja, normaal gesproken heb ik, als ik dan ga fitnessen, ga ik al 12 minuten hardlopen. En het ging lekker. Ik had hem op 9 per uur staan. En het liep lekker. En toen dacht ik op een gegeven moment halverwege van die 12 minuten, oftewel 6 minuten, 7 minuten ongeveer. Ik denk dat ik gewoon ga proberen om wat langer te lopen. Je kan natuurlijk kun je op knopje drukken en kun je tijd verruimen. En toen had ik zoiets van, waarom ook niet? Uiteindelijk heb ik dat volgehouden. En ik had misschien nog wel langer gekund, maar ik wilde natuurlijk die andere oefening ook nog doen. En ik moet weer op tijd terug zijn voor het voetballen. Vandaag, alweer. Dus, ja, dan ga je toch even kijken van, wat ga je dan doen? Ga ik dan meteen de koe bij de horens pakken en gewoon kijken zo lang mogelijk doorlopen? Of pak ik er toch ergens een maximum? Nou, dan begin je met 1 minuut erbij. Oké. Dan een beetje, nou, dan weer een minuutje erbij. Nou, zo ongeveer tot aan de 16 minuten. Toen dachten we, nou weet je, tik maar meteen even 2 minuten extra bij. Heb ik dus uiteindelijk 6 minuten extra gelopen. Hetzelfde tempo, 9 per uur, geen tempoverhoging gedaan. Maar gewoon, zeg maar, 18 minuten nou op 9 per uur gelopen. En dat ging lekker. Ik had geen last van mijn kuiten ofzo. Of dat ik daar iets van merkte. Helemaal niks. Dus dat vond ik eigenlijk best wel, ja, vond ik wel fijn. Dus helemaal top. Ja, dat is wel een, ik vind het dan voor mezelf wel een genotsmomentje. Dat je dit nu aan het opbouwen bent. En nadat het een week lang goed gaat met het lopen op de band. Bij een anderhalve week goed gaat, dat loopt de band, dat je nu al een leuke progressie hebt voor jezelf. Dat is ook een hele fijne. Dus ik ben hier eigenlijk wel tevreden over. Ik ben satisfied, zoals ze dat wel eens mooi noemen. Nee, ik hoor je denken niet satisfied, nee, satisfied, gewoon tevreden over mezelf. Over wat ik nu heb gefixt, dat ik dit wil continueren, uitbouwen. Maar ja, dan moet op een zondag zeg maar wat tijd zijn in zoverre dat ik dan niet naar het voetballen hoef. Nou, dan zou je kunnen zeggen, volgende week zaterdag gaan we een bekerwedstrijd doen. Ik stond niet te sporten, klopt. Alleen zondag moet ik werken, dus ja, dat gaat nog niet. Maar goed, alles bij elkaar is het... Top, ik vind het goed. Nou, zoals gezegd moet ik zo meteen naar het voetballen toe. Vandaag moeten we tegen Dongen volgens mij. Dus ja. Ja, lekker. Voor de rest, ja, mijn zoon is van een keer jaar geweest, 25 geworden, alweer een kwart eeuw. Jongen, gaat de tijd. Maar dat is leuk. Die heeft gisteravond bij zijn eigen thuis een feestje gehad. Vanmiddag ga ik waarschijnlijk ga erheen om even een stukje gebak eten. Dan heb je gesport en dan ga je gebak eten. Ja, nou goed, het is zo. Maar ja. Dus. Ik moet even gaan kijken wat ik vanmiddag ga doen. Of dat ik vanmiddag nog heel eventjes blijf en dan naar huis toe ga. Of dat ik na de wedstrijd eigenlijk gewoon snel naar huis toe ga. Dat ligt er een beetje aan wat er allemaal nog gebeurt. Afhankelijk natuurlijk van of dat we winnen of verliezen. Dat heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken in hoeverre dat er nog jongens blijven hangen of niet. Of we zullen het wel zien. Maar goed, dat is dan even voor straks. Voor nu ben ik alweer bijna klaar. Ik rij zo
alweer de straat in. Voor dat ik thuis ben. Dus dat houdt in dat ik dan alweer bijna klaar ben met dit zondagochtend praatje. En ja, op dit moment eigenlijk rustig. Ik heb niet veel dingen mee gemaakt deze week. Gewoon je normale werk. Geen rare dingen. Ik hoop dat binnenkort dat de platen voor mijn schuurtje of voor mijn afdakje slash schuurtje, dat die van de week binnenkomen, zodat ik dat kan gaan repareren. En dan, dan hoop ik dat het weer goed komt. Dus dat het dan voor de winter allemaal mooi weer dicht is. En dat allemaal gereed is. Dus, voor nu zeg ik, ga ik stoppen. Ik zou zeggen, even duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ik kruip heel langzaam richting de 110 abonnees. Ik zeg ja, 110, wat is een 110? Maar goed, het is toch weer een nummer. Ik krijg er nog steeds abonnees bij. Dus dat is hartstikke leuk. Kei leuk, dankjewel daarvoor. Ook voor de trouwe kijkers die iedere zondag eventjes een zicht of een blik werpen op hetgeen wat ik hier vertel. Dank daarvoor. Ik vind het erg leuk. Dus ga zo door met kijken. Dus, nogmaals even een duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer terug. Ik zeg de groeten, tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.